Ik schrijf Poco Loco. Ja, als je hier op de hof wil spuiten, dan zijn er een aantal ongeschreven regels. En, ja, je hebt de wat kleinere muurtjes hierboven. En, ja, als je niet zo heel goed bent, dan pak je gewoon zo'n klein muurtje en dan kun je daar een beetje op ouwe hoeren een beetje proberen. En, de regel is, zover ik hem altijd handhaaf, is gewoon als je vindt dat je het zelf beter kan dan wat eronder staat, dan ga je er overheen. En als je er respect voor hebt, dan laat je het staan. Tenzij iets al verneukt is door kinderen die hier spuitbussen vinden en er wat doorheen schrijven. Dan is een muur opgefokt, dan verven we hem ook over. Maar in principe is het altijd een soort ongeschreven regel dat je dingen die gewoon waar iemand veel tijd en energie in heeft gestoken, dan laat je het gewoon staan. En als hier een hele grote muur staat met 4 man productie erop, dan doe ik dat ook met vier andere vrienden, of 3 dan in dit geval. En dan maken we er ook echt iets tofs van. Maar als iemand een complete achtergrond heeft gemaakt en ik ga daar overheen met een heel klein piece, dan is dat in principe een keiharde dis. Dus dat zijn dingen die je alleen doet als je ruzie wil met iemand. De plekken die mij aanspreken, dat zijn rooftops. Plekken hoog op gebouwen waar je vanaf de straat omhoog kijkt en daar iets ziet staan. En dat je denkt van, ja, dat is gewoon tof. Iedereen kijkt daar tegenaan. Of gewoon hele opzichtige plekken waar mensen die staan te wachten voor een verkeerslicht. Dat je daarnaast iets maakt. Mensen staan daar te wachten, kijken om zich heen. Worden er mee geconfronteerd. En ja, treinen vind ik tof. Rij het hele land door. Wordt door heel veel mensen gezien. Dat soort dingen. Ik ben 9 jaar geleden gepakt toen ik voor de eerste keer echt met een spuitbus ging spuiten. Ik heb eerst een jaar lang met stiften en rotzooi lopen aankloten. En de eerste keer dat we gingen spuiten met een spuitbus ben ik gelijk opgepakt. En ja, ik was toen 13 jaar. Ja, ik heb er toen een hoop van geleerd en sindsdien ben ik nooit meer gepakt. Veel mensen praten over dat de kick is. Voor mij haal ik mijn kick meer uit het terugzien van mijn eigen dingen. En natuurlijk is het spannend op dat moment. En ik ben altijd blij als het weer gelukt is. Maar ja, mijn kick haal ik echt wel uit mijn eigen werk terugzien. Als ik er tevreden over ben, dan kan ik er uren naar kijken van dat ik het tof vind. Het maakt me niks uit wat iemand anders ervan vindt verder. Ik maak het op mijn eigen manier en het is mijn visie van hoe iets moet zijn. En daar kan ik zelf van genieten en dat vind ik vet. Ik vind echt wel dat het iets toevoegt aan Arnhem. Arnhem moet gewoon kleurrijk en er zijn hier veel kunstenaars met het artes en zo. En iedereen heeft zijn eigen manier van uiten. En ik vind zolang je gewoon de plekken pakt die niet indirect burgers... Hoe zeg je dat? Waar burgers last van hebben. Dus geen woonhuizen of dat soort dingen. Maar gewoon dingen van de gemeente, van de overheid. Dan vind ik dat het zeker bijdraagt aan het straatbeeld. En ja, daar kan ik van genieten.